De eerste batch die was, ik kwam er niet goed uit. Dus... Lekker even meidenavondje. Gewoon altijd ja, garantie op een gezellige avond. Dus wil ik weer even verandering inbrengen. Yeah. Maar ik weet dat jij tegen je verlies komt, ik moet je laten winnen. Nee, niks te vaststinken. Ik ben gewoon een keer op keer held. Goeiedag allemaal, welkom bij deze nieuwe vlog. Mijn naam is Danielle, superleuk dat je weer kijkt. Het is vandaag donderdag en het is intussen al donderdagmiddag. Ja, gewoon weer lekker gewerkt vanochtend, verder niks spannends gedaan. Nu ga ik wel weer wat leuks doen, want ik ga even een lekkere lunch maken. En ik ga weer eens van die, ja, sommigen noemen het chaffles, of nee, ik noem het gewoon een wafel. Ik ben niet zo altijd van de Engelse termen. Maar goed, dus ik heb lekker roomkaas hier. Ik weet niet meer precies hoe ik het moet maken. Het is echt heel lang geleden dat ik dat gedaan heb. Maar toevallig zat ik er van de week aan te denken. En ik moet dat weer eens maken. En ik had nog roomkaas dat op moest. Dus ja, ik moet het eigenlijk even opzoeken. Daar was ik eigenlijk net mee bezig. Maar toen werd ik weer eventjes afgeleid. Ik heb hem gevonden bij Low Carb Chef. Is dus 60 gram geraspte mozzarella. Nou, ik heb gewoon een stuk, die heb ik al eventjes een beetje klein gemaakt. Even een beetje gesmolten in de magnetron. En een 1 ei en eventueel mandelmeel, maar volgens mij deed ik dat er nooit bij. Dus ik doe gewoon 100 gram mozzarella en 2 eieren. Dat zal vast wel goed komen. En dan vind ik het super lekker om een beetje kruiden doorheen te doen. Ik ga hier zo neerzetten. Dus dan heb ik hier de roomkaas. Die is al een beetje zacht. En ik vind het super lekker met Italiaanse kruiden. Dus die heb ik hier. En ik heb hier 2 eieren. Die doe ik er gewoon even zo bij. Hartstikke idee. Beetje kruiden. Zie je natuurlijk helemaal niks. Zo, beetje kruiden. Zo lekker. Beetje veel kruiden. En ik vind het ook wel lekker om altijd een beetje iets pittigs er doorheen te doen. En nu doe ik een beetje paprika kruiden. Het een beetje zo'n gerookt smaakje. Nou, dat is het wel denk ik. Dit een beetje door elkaar schudden. Ik ben een beetje gehaast. Ik weet niet of het ook zo overkomt. Maar ik wil dit even snel maken. Oh. Eigenlijk ook mijn wafelijzer hebben. Ja. Oké, okay, wafelijzer start warm te worden. Dit even een beetje mixen. Kijk, ik heb een beetje zacht gemaakt die roomkaas. Dan kan je hem gewoon een beetje prakken. En dan iets een beetje door elkaar mixen. Luistert allemaal niet zo nauw, jongens. Ik luister ook niet. Nee, je luistert ook niet. Zo. Zo. Laat zien hoe het er dan uitziet. Kijk. Er zit nog een beetje stukjes in, maar dat maakt niks uit, want het smelt gewoon straks onder het wafelijzer. Dus als het maar een beetje zo geroerd is, dan komt dat helemaal goed. Dus ik ga het even klaarmaken onder het wafelijzer. Zo lijkt het met een heel goed gelukte wafel. Maar als je hieronder kijkt... Oh-oh! De eerste batch die was, die kwam er niet goed uit. Dus, ik was vergeten het wafelijzer in te vetten. Het kan gebeuren, maar het zal er vast niet minder om smaken. Nou, goedemiddag allemaal. Werkdagje zit erop. Woep woep. Aan dat zonnebrilletje kunnen jullie zien dat het heerlijk zonnig weer is. Echt lekker weertje. Het is 24 graden. En ik zit in de auto. Dat konden jullie ook al zien. En ik ben nu op weg om lekker uit eten te gaan met mijn vriendinnetje. Dus we hebben ergens afgesproken bij een restaurantje
in Delft. Dus daar rijd ik nu naartoe. En dan gaan we daar lekker eten. En lekker even meidenavondje. Dus Jeroen is in zijn uppie thuis. Arme hij. Nee hoor, vindt hij allemaal prima. Heeft hij ook een avondje rust. Dus ik ga er eventjes lekker naartoe rijden. En dan ga ik een heel leuk avondje hebben. Want met haar is het altijd lachen, gieren, brullen. Wij hebben zo dezelfde humor. En we hebben echt aan één woord genoeg bij elkaar. Dus het is gewoon altijd garantie op een gezellige avond. Om het zo maar te zeggen. Nou is dat natuurlijk met al mijn vriendinnetjes zo. Niet dat ik er zoveel heb. Maar met degene die ik heb is het eigenlijk altijd wel garantie voor gezelligheid. Ga eventjes daar naartoe rijden. Het is denk ik 20 minuutjes rijden. Hopelijk niet te veel file op de weg. Maar dat zal wel niet, want vakantietijd. En dan gaan we samen lekker uit eten. Yeah. Nou, aangekomen in Delft. En nu moet ik nog even zoeken hoe ik er moet komen, maar ik heb Google Maps aanstaan. Volgens mij kan ik overal zo'n beetje tussendoor. Dus dat komt vast helemaal goed. Best een windje. Maar het is wel echt super lekker. Dus ik ga even wandelen. Like a quarter million bricks are on your shoulder. Weighing you down. Even though we're floating weightless in the solar. The planet feels heavy right now. Don't be distracted. All the madness, learn to heal as quick as you feel. The power is magic. Don't make a habit when you're so fragile. Gotta stay in the light, keep a high vibe to be effective. Slow, rest your weary soul. Allemaal. Het is vandaag vrijdag en ik ben al buiten zoals jullie zien. Ja, ik merk echt dat ik nu de vakantie is amper nog beweeg omdat ik steeds ook niet meer naar school toe hoef. En ik ben nou weer buiten adem, maar ik had al een stukje gelopen. En gewoon de laatste 2 weken heel veel aan het werken ben. En dan gewoon geen tijd meer maak om te bewegen. Dus dan wil ik weer even verandering in brengen. Dus vandaar dat ik al even lekker aan het wandelen ben. Nog even voordat ik aan het werk ga. Even alvast een ommetje maken. En wat stappen zetten. Want anders zit ik gewoon weer de hele dag. En komt er niks van. Dus ik ga even een rondje wandelen. En ja, ik heb nog een slaapknot op mijn hoofd. Gisteren zei ik nog tegen mijn vriendinnetje. Moet echt wat vaker mijn haar doen, want ik voel me af en toe zo'n aso met het haar. En wat doe ik nu? Soms snap ik mezelf niet. Nou kijk, zo is het toch wel een stuk leuker gezicht om naar te kijken. In plaats van die eeuwige knot. Maar ja. Ik ga dan zo wel weer gelijk in overleg. Dus dan zit mijn haar toch weer in de war door mijn koptelefoon. Maar ja, ik ben weer thuis. Ik heb een wandelingetje gemaakt. Heerlijk even 20 minuten een ommetje gemaakt. Precies goed. Ik denk dat ik dat vanmiddag nog een keer ga doen. Hangt een beetje vanaf hoe laat ik klaar ben met werken. En hoe laat de kinderen thuis komen. Want yes, die komen vandaag weer thuis. En ondanks dat het even heel fijn was en heerlijk rustig was en we echt even hebben kunnen bijkomen. En ik ben ook weer super blij dat ze vandaag weer thuis komen, want ik heb ze echt heel erg gemist. Dus daar kijk ik zeker naar uit en ga ik nu lekker aan het werk. Ik heb natuurlijk wel een kopje koffie en ik heb een kwarkjes ontbijt. Ik heb gewoon even de kwarkbak, want die was al half leeg, dus er zat nog precies genoeg in. Ik heb er verder niks in gedaan. Eigenlijk hoeft het ook helemaal niet, want het is eigenlijk zo al lekker genoeg.
Dus lekker mijn ontbijtje hier eten en lekker aan het werk. En het is tijd om lekker te gaan lunchen. En Jeroen en ik hebben samen het lunch klaargemaakt. En ik heb dit keer 3 boterhammetjes, want ik heb een beetje veel trek. 1 boterhammetje met rauwe ham. En 2 boterhammetjes met gewone ham en ei. Gekookt eitje erop. En dat gaan we lekker eten. Ik moet een schriftje passen. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag zaterdag. Ik heb net lekker mijn vlog afgemaakt. Gisteren zijn heerlijk de kindjes weer thuis gekomen. Dus ja, lekker veel geknuffeld gisteren. En ja, de kinderen, ja, het is gewoon hartstikke fijn om ze dan weer te zien. Dus ik ben super blij dat ze weer lekker thuis zijn. En natuurlijk super dankbaar naar mijn schoonouders dat ze heerlijk een weekje zo goed voor ze gezorgd hebben. Want ze hebben het echt heel erg leuk gehad. Super blij mee. Gisteren zijn mijn schoonouders nog even blijven eten. Lekker spelletjes gedaan. En ja, nu is het alweer weekend. Yes! Ik ben nu een beetje aan het opruimen. Ik heb net mijn vlog geëdit voor morgen. Dus die staat ook weer helemaal klaar. Daar geen zorgen meer over. Geen zorgen. Geen omkijken meer naar. Dus Jeroen is nu lekker visie halen. Ik ben even hier een beetje aan het opruimen, stofzuigen. En dan krijgen we zo lekker wat. De buurvrouw die komt even eten met haar dochtertje. Komt hier lekker gezellig visie eten. Dus daar heb ik zin in. Maar ik ga dus nu eerst gauw eventjes stofzuigen en nog een beetje opruimen. Wij zijn ondertussen zo verslaafd aan het spelletje keer op keer. Dat we met ons blokje al aardig begon uit te dunnen. Want je hebt al van die scoreblokje kaartjes erbij. En ja, ik denk dat als Marieke, mijn vriendin, niet zit, die heel erg moet lachen. Want zij weet precies hoe wij zijn. En wij kunnen dan nooit van iets één ding hebben. Maar wij zijn altijd een beetje verzamelaars en willen dan gelijk alles hebben. Dus wij hebben nu alle soorten scoreblokken gekocht die er zijn. En er is ook een keer op keer deel 2 van dit spelletje. Dus ja, moeten we dat natuurlijk ook maar gelijk hebben. Dus nou, ik zal het even laten zien wat we dan nu voor verzameling aan scoreblokken hebben. Dit is dus de originele. En dit zijn dus de andere levels. Dus je hebt zeg maar echt al van makkelijk naar moeilijk schijnt. Dus dit zijn, is eigenlijk hetzelfde spelletje, maar dan moeilijkere kaartjes. En dit is dus ook keer op keer, maar dan ja, een tweede variant daarvan. Dus dan heb je dit als scoreboekje, blokje. En dan heb je kolommen en rijen, maar je hebt ook nog extra figuurtjes. Zoals hartjes en nou ja, bommetje, sterretje. Nou, dat moeten we dus nog even uitzoeken. Maar nu gaan we eerst even deze proberen. En dit is dus dan het level, zeg maar, wat na het standaardblokje komt. Dus gaan we maar even doen samen. Nou, we zijn weer wat uurtjes verder op de dag. Ondertussen is Jeroen even met Islotte naar zwemles gegaan. En heb ik weer even lekker zitten editen. En net hebben we ook vanmiddag hebben we heel veel potjes keer op keer gedaan. Daar waren we mee begonnen. En nu hebben we ook 2 spelletjes keer op keer 2 gedaan. En die is ook echt heel leuk. We moeten er wel echt even aan wennen, want je moet op zoveel dingen letten. En kolommen en rijen en allemaal extra bonuspunten die je kan halen. Dus je moet echt heel goed opletten dat je niks vergeet. Want Jeroen die was bijvoorbeeld, ik dacht dat hij een rij vol had, maar was toch niet zo. Ja, dan moet je weer helemaal terug eigenlijk. Nou, gelukkig lukte het nog. Maar om te kijken van oké, welke punten moet ik dan weer afstrepen. Dus keer op keer 2 is echt wel een stukje ingewikkelder als keer op keer. Maar ja, wij vinden het echt allebei superleuke spelletjes. Volgens mij vind jij het ook wel leuk, hè? Ik vind het een rotspel. Je verliest steeds. Hoe vaak hebben we gewonnen? 2 keer. Heb jij gewonnen? Ja, van de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 van de 8. Yeah. Maar ik weet dat jij tegen je verlies komt, dus moet je laten winnen. Nee, niks te vast, Stinker. Ik ben gewoon een keer op keer held. Ik heb gewoon goed dat overzicht. Nee, het is echt een aanrader. Ik denk ook helemaal voor op de vakantie dat we hier heel veel plezier van gaan hebben. Zodat de camping door zit, tik, die dobbelsteen. Iedere keer worden de kinderen weggestuurd. Ga weg, papa en mama zitten nu keer op keer te spelen. Ga weg! Nee, tuurlijk niet. Of misschien toch wel. Nee, denk ik niet. Of
Misschien toch wel. Nou, nee, ik denk het niet. Nog een potje? Ja, dat is wel echt... Ja, ik zou zo nog 10 potjes kunnen doen. Maar goed, het is nu toch echt etenstijd. En we krijgen vanavond een logé. Oh. Buurmeisje komt slapen. Nou, hartstikke leuk natuurlijk voor die kinderen. Maar over het algemeen heb je dan niet echt een rustige avond of zo. Want die kinderen gaan natuurlijk niet slapen. Nou ja, we gaan het zien. Ik denk gewoon dat ik lekker bij de buurvrouw ga zitten. Want haar dochter slaapt hier. Dus dan kun ik rustige avond daar. En dan gaat Jeroen maar zich bezighouden met de kinderen. Nee, dat zou ik natuurlijk nooit doen. Of misschien toch wel. Nee, dat zou ik niet doen. Of misschien toch wel. Nee. Ik ga maar eten koken. Goedemorgen, het is vandaag zondag. En we hebben daar een rustig ochtendje op zitten. We hebben even lekker We hebben even lekker ontbeten. We brunchen eigenlijk altijd op zondag. Dus we hebben eigenlijk ontbijt en lunch in één. En we hadden een dossiertje. Ja, iets Lotte. Ze is heel vroeg naar huis gegaan. Nou ja, gewoon vanochtend. Ze miste de mama, denk ik. Maar ze waren ontzettend lief. Ze hebben ontzettend lief geslapen vannacht. Dus dat ging echt heel goed. Dus daar was ik wel blij mee. Nu zitten we lekker in de auto. En gaan wij op weg naar mijn vader en Tony. Gaan daar even gezellig de middag doorbrengen. En nou, we hadden gehoopt dat we konden zwemmen. Maar ik denk niet dat dat erin zit. Want ik denk dat het een beetje koud is. Het heeft de hele ochtend hier geregend. Dus ik ben benieuwd hoe het weer daar is. Ze wonen een stuk verder weg dan ons. Dus wie weet schijnt het zonnetje daar. Daar hebben wij wel heel veel zin in. Daar kijken we dan wel naar uit. Dus dat zo is. Maar dat gaan we nu bekijken. Dus wij gaan lekker die kant op. Oh ja. Nou, kom ik bij mijn vader en Tony binnen. Zitten ze net naar mijn vlog te kijken. Dus dat is wel grappig. Een lekkere binnenkomen. We moeten natuurlijk wel eerst afkijken, hè. Nou, we zitten lekker aan tafel te eten. Maar mijn soepje is al op. Maar hier hebben we nog een, vol kopje soep. Lekker verse kippensoep gemaakt door deze man. Die kan echt lekker koken. En straks komt er nog een lekker rosbiefje aan. Mijn lievelings. Dus zij zitten lekker te eten. En Islotte zit hier ook nog lekker soepje te eten. Hoi. Is het lekker? Ik heb net gezwommen, alleen dat... Ik wilde niet meer ijskoud. Ja, het was koud, hè? En het wou je ook niet warm. Je kon niet ademen voor 3 minuten. Ja, als je hem op bevroren. Ja. Maar ja, wel lekker dat het even kon. Even een frisse duik nemen. Ja. Oh, is het niet zo lekker weer? 2 minuten, toen ging het regenen. Ja, nou ja, je bent dan toch al nat. Ja, papa niet. Nee, dat is waar. Dat is waar. Ik ben bol. Ja, dus wij gaan lekker eten. En een lekkere koolhydraatarme boterham met Rossi. We zijn inmiddels alweer eventjes thuis. En kinderen lekker op bed gelegd. Het is ondertussen 12:30. We hebben nog even lekker gechilled op de bank. Even filmpjes gekeken. En ja, net toch ook nog maar weer even een potje keer op keer gespeeld. We kunnen er maar niet mee stoppen. Nou ja, we moesten nu wel, want we moeten echt naar bed. Maar ja, we wilden toch nog even snel een potje doen. Om deze avond even af te sluiten. Een onwijs gezellige dag gehad bij mijn vader en Tony. Het was gewoon super gezellig, lekker gegeten, veel gekletst. Heerlijk even wat quality time gehad, dus dat was super gezellig. Dan ga ik bij deze nu wel deze vlog afsluiten. En dan zie ik jullie hopelijk gauw weer bij de volgende video. Doei doei!